Morgen is het Koningsdag, vanavond is het Koningsnacht en dat betekent een feestje. Tenminste, wij vinden het altijd super leuk om het wel gewoon te vieren, maar het ligt ook wel een beetje aan het weer en de weerverwachting is tot nu toe was niet heel erg goed. Ja, wat meer, wat slechter dan anders misschien. Ja, en we zaten een beetje te denken van we willen het wel vieren, we weten niet zeker of we thuis willen blijven, maar wat kunnen we dan doen? Dus we dachten we gaan gewoon even een spelletje bedenken die leuk is om samen te doen, die jullie misschien ook leuk vinden om te doen, die je eventueel buiten kan doen, maar ook thuis. We hebben een variant bedacht op de beerpong challenge, maar dat moeten we natuurlijk wel in stijl doen. Tada! We hebben deze te gekke hoeden gekocht. Zoals je kan zien zijn we nu dus helemaal in het oranje thema. En er zitten speciale gaten in waar dus bekertjes in kunnen. Ja, en normaal gesproken zou je er bier in kunnen doen. Maar in ons geval doen we er voedingsmiddelen in. We hebben lekkere dingetjes gehaald en ook wat minder lekkere dingen. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, en ik denk dat het ook al moeilijker wordt omdat dit gewoon een ronde hoed is. Dus voor het feestelijk effect moeten wij denk ik een beetje bewegen en ronddraaien. En we zien wel hoe het gaat. Nou, mocht je het afvragen, deze kettingen die waren 50 cent. 50 cent per stuk. En de hoeden zijn volgens mij 1,50 of 1,70. Dus dat is ook wel lekker. Dat is echt een koopje. Ja. En waar ben jij het meest bang voor straks, dat je hem hebt? Ik ben de naam kwijt. Kabeljauwlever? Ja, de kabeljauwlever lijkt me echt mega ranzig. Ik moet zeggen dat ik het nu al stiekem een beetje ruik. Ik ruik het. Dus ik heb het ook nog nooit gegeten. Ik ben zeker dat ik hem ook heel goor vind. Grote kans dat het weer een video wordt waar ik weer zal gaan braken. Volgens mij de afgelopen paar proefvideo's, of in ieder geval video's met eten, is het weer een moment dat ik moet gaan overgeven. Of in ieder geval bijna moet overgeven. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit ook weer eentje wordt. Ik hoop het niet voor je, maar ik heb een bakje klaargelegd voor de zekerheid. Oh. Laten we beginnen. Nou, we zien er prachtig uit. Het enige wat ik ruik is vis. Best wel goor. Maar we hebben hier een balletje van aluminium, want we hadden geen pingpongbal, maar elk balletje werkt. Ja, we gaan dus het balletje gooien in een van de bekertjes die op de hoofd van de ander zit. En het bekertje die je raakt, die moet de andere persoon die dus de hoed op heeft, die moet die gaan opdrinken of eten. Ja, dus als de rest hem expres in een vieze gooit, dan moet ik die vieze gooien. Eten. Ja. Maar ik kan het een beetje vermoeilijken door een beetje rond te bewegen. Niet te heftig, maar wel door een beetje heen en weer te. Ja, maar dat kan dus ook voor zorgen dat je ze draait en dat ik dus zeg maar een vieze te pakken krijg. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig, eerlijk gezegd. Laten we beginnen. Ik ben zo zenuwachtig, want ik weet niet precies waar alles zit. Dus ik kan alles raken. Oh, oei oei oei, je was bijna de lever. You got lucky. Ah! Ah. Ja! Wat? Welke zou het zijn? Draai ze om. Waar is die? Dit is hem. Wat is dit? Vegetarische kaviaar. Met chili smaak. Met chili smaak. Het ruikt echt naar niks. We hadden het een keertje gekregen en het was oranje. Dus die kan je niet shotten op een lepeltje. Dat ruikt echt naar niks. Het is zo raar. Moet je kijken. Ja, het scheelt dat het geen vissenkaviaar is, maar alsnog is die textuur wel een beetje ranzig. Komt ja, ja? 1, 2. Heel olieig. Pittig. Olieig? Dat was super olieig. Het is echt alsof ik een bak met olie loopt op te vreten. Echt? Ja, het is een heel klein beetje pittig, maar het is echt. Het is gewoon ballen olie. Het is bijna alleen maar olijfolie wat je eet. Het is echt raar. Maar proef je chili? Ja, het ligt pittig. Hmm. Maar het is vooral heel veel olie. Het is echt niet. Het is echt niet boeiend, raar. Nee? Ja. Zo. Nou, eentje eraan. Of eentje al gedaan. Ik hoop dat ik nu ook een keer raak ga gooien. Dus. Oh, het is in één keer heel pittig in mijn keel. Ja hoor! Oh. Laten we eens gaan kijken. Waar zit die? Tadaa! Oh nee, hetzelfde. Nou, enjoy. Nou, lekker. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit smaakt dan, want het is vegan kaviaar. Oh. Het ligt op de grond. Hij is kapot gespleten op de grond. Oh, vind het best wel vies. Ja, daarom hè.
Het is echt letterlijk net olie. Dan kan je zeg maar beter geen caviar proberen te eten als je vegetarisch bent. En best wel pittig. Dan kan je wel vertellen wie er een goede stoelgang heeft vanavond. Nee. Oh. Ik ben gewoon een beetje warm, zie je dat? Ah, oh, ik vind het echt vies. Mag ik stoppen? Ja. Oh. 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 Op de grond in je hand, op mijn bank. Oh, sorry. Nog een woordje van die caviar. Oh. Ben je zenuwachtig? Ja. Ik weet waar je op mikt namelijk. Okay. Ready? Nee. Oh. Nee! Oh. Nee! Shit! Oh. Ah. We zijn heel misselijk. Ja, dat kan niet. Oh, ik ben in serieus wel een beetje duizelig nu. Shit! Oké, okay, nou, als je straks van die lever moet eten. Shit! Ik ben hè? Oh. Ready? Nee, ja. Oh, bijna. Oh, je was bang, hè? Ja. Yeah. Bijna de donut. Was je bijna de gelukkige. Yay! Wil je weten wat het is? Ja. Oh la la. Wow. Lekker. Party, party. Lekker drinkings. Cheers. Nou, Grand Rites. Spreek het goed uit? Kijk niet. Heel smooth. Oh, oh, oh. Yes. Oké, zit. Yummy. Is het lekker? Het is minder erg dan als je het echt eet. Echt, ik heb hem geperst uit de... Het zit op mijn voorhoofd. Maar ja, het was helemaal niet zo erg als dat ik het normaal... Als je het echt eet, is het bitterder. Dus deze is niet zo erg. Wat? Wat is er? Kom maar. Nee, het is die lever. Nou. Jongens. Nee. Dit is Tara's nachtmerrie. Oh, ik ben echt oprecht niet blij. Eindelijk. Ik heb het echt zo warm. Tara een keer de Sjaak. Ik heb het warm van de chili, ik heb het warm van de liqueur. En nu moet ik nog eens dit gaan eten. Heb je gezien hoe het eruit ziet? Oh, ik ben hier echt best wel een beetje bang voor. Oh my god. Cheers. Hier raken. Nee, maar je stopt hem maar niet. Nee, ruik eens gewoon. Oké, okay, jongens. Kabel jouw lever. Ik hou echt niet van lever. Het heeft een hele vieze textuur. Ik ben zo bang. Ik kan niet. Ik kan net niet. Je moet hem doorslikken. Zo vies. Ik word zo vies. Ik kan dit niet. Het zit er allemaal voor in mijn mond. Doorslikken, heel veel. Het is zo vies, je krijgt er helemaal warm van. Hoe kan het dat jij niet al hebt? Het is, weet je wat het is? Het is echt gewoon heel vet. Het is echt heel vet. Het is lever. Ja, maar meestal is lever zeg maar heel droog. Het is echt heel vet. Kan ik hem niet gewoon hier laten? Laat ik hem gewoon hier voor de rest van de dag. Slikken. Ja? Ja. Is het weg? Ik heb hem ingehouden. Kijken. Oké, okay, we gaan verder. Moet je ruiken. Ja, alsof een kat voor me staat. Hier ruikt naar katten. Oh. Ja! Ja, ik weet al wat, waarom je zo lacht. Ik weet het ook gewoon. Sorry. Eerlijk gezegd wilde ik de babyvoeding hebben. Ja, yeah, right. Kaviaarlever. Nee, wat was het? Kabeljauwlever. Nou, okay, wat moeten we doen?
Had ik niet moeten doen. Mentale voorbereiding is het. Het is moeilijk, hè? Om dan eenmaal dat hapje te gaan nemen. Zo van, dan ineens denk je, waarom doe ik dit? Ik voel mijn maag zeg maar al tegenstribbelen nu. Ja, ik voel echt kriebels in mijn buik. Ik ga hem doen. Oh, ik heb echt vlinders in mijn buik. Wacht even. Ik dacht echt twee. Ik tik. Wat valt er aan mijn hoed? Een donut. Gaat het? Heb je hem opgegeten of niet? Oh, sorry. Het zit me terug in mijn beker. Heb je hem teruggespuugd in de beker? Ja, per ongeluk. Ik ben weer terug bij af. Maar heb je überhaupt wel een stukje gegeten? Een korrel. Maar wil je niet meer of wel? Jongens. I'm crying. Ja, maar ik krijg haat als ik het nu niet gewoon probeer. Ik ga het nog één keer proberen, ja? Je wilt het zelf, dus ik heb je niet gedwongen. Het gaat echt niet de goede kant op, nee. Ik ga je niet dwingen. Ja, ik heb nog nooit mijn maag zo erg voel met letterlijk. Ja, en daarom, als ik zelf zo kokhals, dan is het wel echt heel goor. Ik moet gewoon zelf weer bijna. Je pak even deze. Of wil je nog één proberen? Nee. Kim je niet in. Dat is wel lekker trouwens, die donuts. Ja, deze wel, ja. Stel dat jullie dit willen doen met Koningsdag. Sorry, ik praat mijn mond vol. Houd dan gewoon lekker op biofrisdrank. Want ik heb een bloedheet nu. En dan echt gewoon dat ik het allemaal... Ik zweet letterlijk. Moet je kijken? Ja. Zie je het of niet? Eeuw. Ik zweet me helemaal kapot. Zo, we zijn inmiddels een beetje bijgekomen van de schrik. Onze maagjes zijn weer een beetje gedaald. Een beetje gekalmeerd, ja. Zweet is afgeveegd. Dus top. Ik vond het een hele grappige challenge. Of tenminste, ik vond het een hele leuke challenge. Maar het was iets minder grappig als dat we in eerste instantie dachten. Waarschijnlijk voor jullie was het wel heel erg grappig. Maar wij gingen echt bestierven een klein beetje net. Ja, zeker. Maar we zaten dus net een beetje te denken van waar kun je deze hoed nog meer voor gebruiken. Natuurlijk gewoon om er biertjes in te bewaren. En frisdrankjes en zo. Maar we zaten te denken hoe leuk is het om op de markt te staan met Koningsdag. En hier dan bekertjes in te doen met erin een cadeautje. En dat je dan mensen uitdaagt om een balletje erin te gooien. En als ze raak gooien, dan krijg je een cadeautje. Dus het is anders dan een grabbelton. Ja, dus je kan er heel veel leuke dingetjes mee bedenken. Je kan er ook inderdaad, wat we al zeiden, heel veel lekkers in doen. Of allemaal Snoepies. Snacks, wat dan ook. Allemaal leuke dingetjes. Dus als je nog andere ideeën hebt, wat je dus in deze gaasjes of in de bekertjes zou kunnen doen die hierin gaan. Laat het ook vooral eventjes weten in de comments. En dan kunnen we allemaal elkaar inspireren met leuke ideetjes. En laat ik even weten wat je gaat doen met Koningsnacht en Koningsdag. Want... Ik denk dat iedereen wel een klein beetje inspiratie nodig heeft. Behalve rondzwermen op straat. Want als het gaat regenen, dan, dan is het klaar, denk ik. Of niet? Ja, laat ons ook vooral even weten in welke stad of in welk dorp jij Koningsdag gaat vieren. En of jij ook jezelf een beetje oranje aankleedt. En wat er dan zoal oranje is, vinden we altijd wel heel erg leuk om te weten. Yes, en mocht je dus ook deze hoed halen en een spelletje ermee spelen. Stuur ons zeker video's, foto's, whatever via Twitter, Instagram... Hoe dan ook, we vinden het super leuk om dat te zien. En geef hem vooral een duimpje omhoog. Dat Larissa toch weer. Hoe vaak zegt Larissa wel niet? Nee, ik kan niet meer. Oké, nog één keer. Ja. Toch doen, gaat toch weer fout. Ik heb weer een poging gedaan. Respect, je wilde het wel echt doen. Ja, het is weer een video waarbij je echt te ranzige beelden van mij ziet. Maar het was wel echt heel ranzig dit keer. Sorry daarvoor als jij nu een broodje pindakaas aan het eten was en ik jouw etenslust totaal heb verpest. Maar wat als iemand nou hagelslag op zijn brood had? Of hagelslag of wat dan ook je aan het eten was. Sorry daarvoor. Maar ik hoop dat je vandaag een beetje hebt kunnen lachen om ons. Nou, hoe dan ook, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zien we je heel graag weer in de volgende video. Als je bent geabonneerd, klik dan ook even op het belletje zodat je onze volgende video dus ook niet mist. En dan wensen we je alvast een hele fijne Koningsdag. Wees verantwoord. Doe veilig. Doe geen dingen die wij ook zouden... Die wij... Shit, hoe zeg je dat eigenlijk? Ook niet doe geen dingen. Doe gewoon even normaal. En heel veel plezier.
En tot de volgende video. Doei! Doei.